Inderdaad, we zitten hier in de Bristol Karaoke in Engelmünster, omdat hier ook het kampioenschap van Vlaanderen Karaoke zal plaatsvinden. Maar dit gegeven is mij niet onbekend, omdat ik een vijftal keer diezelfde organisatie ook verzorgd heb, maar dan met de vroegere uitbater. En doordat we alle twee druk bezig waren met andere zaken, is dat jammer genoeg een stille dood gestorven. Wat spijtig was voor de karaoke-liefhebbers. En nu gaan we die draad opnieuw opnemen. En ik ben ervan overtuigd dat dit, net zoals in het verleden, opnieuw een heel groot succes zal worden. Er zijn twee belangrijke datums, de voorselectie en de grote finale. Vertel eens, Ineas. We hebben tweemaal gekozen voor een zondag. Zondagnamiddag 22 november vanaf 14 uur een voorselectie waar we denken dat we ongeveer 50 kandidaten kunnen verwerken op een namiddag en een vooravond. En het zou de bedoeling zijn dat de 15 beste dan doorgaan naar de finale. En die is dan op zondag 13 december vanaf 15 uur. Bij de voorselectie moeten de kandidaten één nummer brengen. Bij de finale herhalen ze dat nummer, maar moeten ze ook nog een tweede nummer brengen. Er is ook een professionele jury. Ik denk dat we toch gezorgd hebben voor mensen die kunnen oordelen over wat met zingen te maken heeft. En daar draait het hem om bij karaoke. Zangtalent in eerste instantie. Ook natuurlijk podiumpresence. De X-factor speelt toch ook wel een beetje mee. En voor de voorselectie hebben we gekozen voor allemaal zangers of zangeressen. Trisha mocht natuurlijk niet ontbreken als ik de organisator ben. Maar ook de zangers Andy Marvin, die meegedaan heeft aan X-Factor. Frank Valentino. Kurt Lottehiers, die de broer is van Helmut Lotti. En Johan Schatteman, die we allemaal kennen. En dan de finale hebben we voor een totaal nieuwe jury gekozen die heel gevarieerd is. Ik denk maar aan Rob Burns, die ex-producer is van Radio 2. Adriaan van Landschoot, die we kennen als producer en manager. We hebben dan ook nog Carina, die de perfecte zangcoach is. En dan ook nog Patrick Hamilton. En we kennen die van de studio's The Globe in Lopem, die toch een van de topstudio's in Vlaanderen is. En dan blijft er nog één plaatje over voor een naam die nog niet ingevuld is. Er zijn ook hele mooie prijzen te winnen. Wel, ik denk dat prijzen voor kandidaten die deelnemen aan een dergelijke wedstrijd eigenlijk van ondergeschikt belang zijn. Want die mensen dromen ervan om op het podium te staan, om hun nummer te kunnen brengen, om applaus te krijgen. Dat is nog altijd het belangrijkste. Maar uiteraard is het leuk dat je daar een prijzenpakket kan aan vastknopen en alle finalisten gaan prijzen krijgen, Natura prijzen. Maar de winnaar die krijgt een heel mooi bronzen kunstwerk van Mark Laroud, die een kunstenaar is uit Engelmünster met een waarde van 2000 euro. En Masco Producties zal ook nog een videoclip schenken die je waarde heeft van 2300 euro. Maar wie weet, misschien is dit de start van een zangcarrière voor de winnaar of de winnares. Want met de juryleden die ik opgenoemd heb en de andere scouters die eventueel in de zaal kunnen zitten, kan er altijd iets uitkomen. Vertel even, hoe lang ben je al uitvoerder van deze zaak? Well, de zaak is sinds 4 jaar van ons, maar ik ben nog maar 1 jaar uitbater, samen met mijn vrouw Katrien Collins. Wat verwacht je van de finale? Dat er echt groot talent uitkomt? Of? Ja, we hebben hier wel een aantal personen die nou meegedaan hebben aan X-Factory en nog andere zangwedstrijden. Maar je hoort dat ook wel het verschil van kwaliteit. Dus ik verwacht wel een top. Ik hoop dat die persoon dan ook mag doorbreken.